Hallo, welkom op mijn pagina. Mijn naam is Leroy en ik ga de open maand reading doen voor het sterrenbeeld Ram. Herken jij je er nou in, dan is het helemaal prima. Herken jij je er nou niet in, dan is het ook geen probleem. Vandaar dat het ook de open maand reading is. Deze loopt van 8 juli tot 8 augustus en op 8 augustus komen weer nieuwe maandreadingen online te staan. We gaan kijken voor jou, Ram. Waar je staat met je gedachten, je gevoelens, je ontwikkelingen, wat betreft tot werk, relatie, liefde, wat dan ook. Voel jij je goed in deze periode of juist helemaal niet? We gaan kijken voor jou. Dus de open maandreading op het sterrenbeeld Ram. Ram, als eerste wordt aangegeven, je hebt een zware tijd achter jou liggen. Je hebt bepaalde emoties moeten verwerken. Je bent wat aangevallen. Je bent pijn gedaan. Je bent nog het een en ander aan het verwerken. Maar je zit er niet ver vanaf en dan heb jij de overwinning voor jezelf in veel stukken behaald voor jezelf. Het heeft ook te maken met werk. Want daarin wil jij het een en ander gaan creëren en manifesteren en bij een bepaalde overwinning gaan behalen. Misschien een nieuwe baan, een eigen bedrijf of een andere gedachte of een idee. Ga dat heel duidelijk uitwerken voor jezelf. Want er komt een positieve financiële opbouw naar jou toe. Aardig beschermd naar gezin, kinderen, familie, vrienden, wat dan ook. Maar gaan ze te ver, bepaalde personen om jou heen? Geef je ook heel duidelijk je grenzen aan en zeg je ook, ik heb even tijd en ruimte voor mezelf nodig, want ik heb even nog het een en ander voor mezelf te doen. Transformatie-energie zet je in. Oude bij je los en laten, wat ik al zei. Wat je ook onderneemt, Ram, houd het geloof in alles vast. Weet waar je het voor doet. Daaruit kom je zelf naar boven als koning van de staven. Jouw vuurteken. Bescherm je innerlijke kind ook heel duidelijk goed. Misschien bij een gezinsuitbreiding, ook dat kan. Misschien is het belangrijk om juist eens even met wat jongere mensen in verbinding te staan. Die jou het een en ander kunnen gaan brengen in jouw gevoelswereld. Keuzes valt op zijn kop. Keuzes heb je al goed gemaakt. Blijf situatie vanuit andere richtingen ook bekijken. Want je hebt geen behoefte meer eraan om vast te zitten. Want je wilt in een positieve zin naar nieuwe dingen toe gaan werken. Kost het je te veel strijd, ben je er ook weer klaar mee. En ga je zeggen, ik kies weer een andere richting. Dus je bent ook heel erg creatief de laatste tijd. En de komende tijd ga je bezig zijn. Frisse ideeën, frisse gedachtes. In je bedrijf, in je werk, wat ik al zei. Komt weer naar voren. Maar blijf in je rust en blijf het ook vanuit een rustige situatie bekijken. Wil ook op de een of andere manier aardig verbinden met vuurtekens om jou heen? Zie ik erbij. Ram, leeuw, boogschutter. Vind je toch belangrijk. Maar gooi het oude, de ballast, gooi die van je rug af. Die heb je niet meer nodig. Dan kom je uit in de kracht van manifestatie, de magier. Alles is mogelijk. Laat goed jouw gevoel doorstromen voor de komende periode. Ga er met een frisse moed, frisse energie, het een en ander ondernemen voor jouw financieel en materieel gebied.
En dan krijg je echt wel in de positieve zin van wat jij graag wilt. Ram. En je bent ook heel bewust aan het kijken naar jongere mensen om jou heen. Hoe deze mensen met gevoelens omgaan. Dit kunnen watertekens zijn. Kreeft, vissen, schorpioen. Daar ben je weer van aan het leren op de een of andere manier. Want je wil ook je innerlijke kind goed in balans houden. Soms nog wat onrustig. In de avonduren, het een en ander moet je daarin toch nog verwerken. In je dromen, in je inzichten, voordat je gaat slapen. In de avonduren. Wees grensbepalend. Zeg je duik van dit ga ik nou doen, dit is mijn nieuwe begin, dit wil ik gaan ondernemen. En dan worden jouw gevoelens gevuld met nieuwe creaties, nieuwe ideeën en kom je daar heel goed en positief uit. Mooi om te zien, Ram. Ga dit doen. Dan gaan we kijken naar de Ram die single is. Sta je open voor de liefde voor een moment? Of juist helemaal niet. Heb je zoiets van, ja, het mag wel gaan binnenkomen, ik ben er wel weer aan toe. Of heb je naar de relatie doorbroken en moet je daar nog het een en ander van verwerken. Ram die single is. Ook jij hebt de gedachte of het gevoel erbij van de persoon, als die binnenkomt in jouw leven, moet deze persoon net zo ambitieus zijn, moet deze persoon net zo hard aan bepaalde dingen durven te werken. Kan met werkgebied te maken hebben, materialistisch gebied, kan met gevoelens te maken hebben. De een of andere manier ben je ook graag verbinden waarschijnlijk voor de komende periode met een vuurteken, wat ik al zei, in de liefde. Dus Ram, Leeuw, Boogschutter. Want dat brengt jou het meeste in jouw vorm van spontaniteit en vrolijkheid. En daar heb je ook echt wel zoiets van, daar wil ik mijn keuzes van maken en mijn grenzen naar anderen voor gaan aangeven. Je voelt je soms wat eenzaam en alleen, dus je wilt inderdaad wel in die zin gaan verbinden. Maar je bent ook maar momenten de komende periode in die nieuwe liefde. Kan het zijn dat je weer wat te goed geeft gaat zijn? Ga het niet gelijk zomaar doen. Ga het ook terug ontvangen in de liefde, dat is belangrijk. Want je mag ook aan jezelf denken, want je hebt ook je eigen dromen hier al gecreëerd en dit wil je nog graag voor jezelf gaan opbouwen. En dan word je weer de koning in de positieve zin. Koning of koningin word je dan in jouw gevoel en ben je ook zeker ervan. En de persoon die gaat binnenkomen, hij of zij is dan ook koning of koningin in zijn of haar gevoel. Dat vind je ook belangrijk, om daar open en eerlijk over te zijn en daar goed over te kunnen praten en dat gewoon in de nieuwe energie en de nieuwe relatie te gaan ervaren. Ram. Want je bent in het verleden te veel pijn gedaan. En daar wil je niet meer naar terug. En in het beginnend contact met die nieuwe liefde ben je wat voorzichtiger. Kan trouwens ook nog een waterteken zijn. Kreeft, vissen, schorpioen. Oké, duidelijk. Dan gaan we kijken voor jouw Ram die in een relatie zit. Ben je daar gelukkig in voor het moment of juist helemaal niet?
Voel jij je verbonden? Voel jij je alleen staan? Heb je zoiets van, ja, het stroomt goed tussen ons? Of ben je misschien zelf verder aan het kijken? We gaan het zien. Ram in relatie. Je hebt daar al het een en ander in geïnvesteerd in je relatie, wordt aangegeven. Het gezin, kinderen, familie, vrienden, voornamelijk even nu het gezin, vind je erg belangrijk. Maar er wordt in jouw relatie aangegeven voor het moment dat er mensen om jullie heen staan die het jullie niet gunnen of niet het beste met jullie voor hebben. Je hebt je waarschijnlijk een te lange periode op jouw, zo noem ik het even, op jouw gezin gericht. En nu is het belangrijk om je daar meer van even andere stappen te nemen. Wel natuurlijk in de voordelen voor jouw gezin, maar goed om jou heen te gaan kijken wat jullie met bepaalde personen om jullie heen nog kunnen of willen. Want in jouw relatieram moet toch het een en ander overwonnen worden. Kan zijn dat er periodes zijn dat jouw partner wat te overheersend is naar jou toe, want je ligt hier op je kop. En dat hoef je dus niet te gaan toelaten. Waarschijnlijk kan het zijn dat jouw partner ook soms met momenten zo overheersend kan zijn dat het jouw succes in de weg kan staan. Het kan ook met familie te maken hebben, wat dan ook. Ga er even goed naar kijken. Laat veroordelingen los. Ga met een frisse wind bekijken en kom terug in de energie van de magier daarin. Zodat je samen weer kan gaan manifesteren. Wat ik al zei, samen manifesteren. Jullie rijkdommen, jullie gevoelens, jullie gedachten. Samen staan met de kinderen, familie, gezin. Positieve opbouw. Doe je dat niet? Ga je niet in die zin jouw grenzen aangeven? Kan het wel eens op instorten staan en gigantisch misgaan? En laat daarop op jouw inzichten antwoorden in de avonduren. Ga daarna handelen, Ram. Dat is wat ik erbij zie. Oké. Goed, Ram. Stel dan een duidelijke vraag voor jezelf. Daarop neem ik dan een inzichtkaart en dat is dan jouw antwoord. Dus Ram, stel je vraag. Jouw antwoord op jouw vraag is, Ram, het lukt alleen als ik het mogelijk maak om het te laten gebeuren. Dus ga kijken wat voor mogelijkheden je links en rechts moet inzetten om veranderingen te brengen in jouw leven. In verbindenis met anderen natuurlijk. Oké, mooi, maar ook een pittige reden voor de komende maand. Ga dit doen. Bedankt voor het kijken. Stuur even een duimpje als je de video leuk vond. Laat even een reactie onder wat je ervan vond. En abonneer je even op mijn YouTube kanaal. Bedankt voor het kijken en tot ziens. Hai hai.